Het is vroeg, het is koud en vandaag komt Sinterklaas in Horen aan. En raad eens, ik sta op de boot. Hij brengt ons zes Sinterklaas drie Deze burgemeester heeft het al die lieve kinderen, die papa's en mama's en natuurlijk ook met die mooie nieuwe kade. Want dat heeft al wat voeten in de aarde gehad, heb ik gehoord. Hè. En is er nu geen gevaar meer dat wij hier naar het water naar beneden zakken? Geen enkel, Sinterklaas. U kunt nergens beter aankomen dan in Hoorn. Dat was zo en dat blijft zo. Dus Hoorn is en blijft voor mij een veilige haven. Met alle kinderen en alle papa's en mama's. Nou, ik heb een gewone normale schoenmaat. Maar, waar hadden jullie het over? Nou, wij waren even kijken naar de mooie huis hier in Hoorn. De mooie huis in Hoorn. Hey, hebben jullie deze motoren nou meegenomen uit Spanje? Die hebben we meegenomen uit Spanje. Past dat wel op die boot? We hebben een hele grote boot. Ondanks alle cadeautjes en pepernoten is er nog voldoende ruimte. Maar gaan jullie dan ook met de motoren naar de kinderen toe om de cadeautjes uit te delen straks? Nou, dat wordt een beetje lastig op die daken, hè? Ja, het is wel leuk. Ja, het is wel leuk, maar wel lastig. Of gaan jullie anders... Wie weet. Of gaan jullie... Waar hebben jullie ze anders meegenomen? Dat is puur voor de optocht. Alleen voor de optocht? Voor de optocht. En als we ergens snel moeten zijn, want dat kan wel. Dat is wel, inderdaad. Ja, ja, in donkere nachten. Maar ik zou zeggen, rij lekker naar het plein toe. Ik zit wel goed. Oké. Okay.